Ayaan Hirsi Ali is in ons land, ze is hier te gast. Ze promoot haar nieuwe boek, dat heet Nomade. Maar het is ook een gelegenheid om haar ideeën over de islam en migratie toe te lichten. Daarmee veroorzaakte ze nogal wat ophef in het verleden, in Nederland onder andere, waar ze tot een paar jaar geleden woonde en werkte, onder andere als Kamerlid. 4 jaar geleden vertrok ze uit Nederland nadat men vragen had gesteld bij haar naturalisatie tot Nederland. Ik ben Ayaan, de dochter van Hirsi. Die de zoon is van Magan, de zoon van Ise, de zoon van Guleid, de zoon van Ali. This evening, in front of all of you, I would like to toast to Mr. Theo van Gogh, the guy who was so brave to make a film for women, Muslim women. Een religie kan niet hollen of stilstaan, de aanhangers ervan wel. Die hebben 500 jaar stilgestaan, hun kop in het zand gestoken en hun geloof niet bijgesteld. In de zomer van 1992 ben ik naar Nederland gekomen. Ik wilde mijn leven in eigen handen nemen, omdat ik me niet wil laten vangen in een toekomst die anderen voor mij uitstippelen. Er schijnen juridische vragen te bestaan omtrent de rechtsgeldigheid van mijn naturalisatie. Vandaag leg ik mijn lidmaatschap van de Tweede Kamer neer. Ik ga Nederland verlaten. Verdrietig en opgelucht zal ik opnieuw mijn koffers pakken. Ik ga door. Dat was een aantal jaren geleden. Ayaan Hirsi Ali, welkom in onze studio. Dank je wel. Hoe is het met u? Ik voel me goed. Ik werk. Ik heb nieuwe vrienden. En een nieuw leven opgebouwd. Ik blijf mijn werk voortzetten, precies zoals ik daarin zei. Ja, u gaat door. Ik zie dat u ook nog altijd heel zwaar beveiligd wordt. Er staat hier buiten, dat kunnen mensen natuurlijk niet zien, buiten de studio, een hele batterij veiligheidsagenten. Dat is nog altijd nodig? Dat is nodig. En helaas, als ik met deskundigen praat, wat ooit is begonnen met, dit gaat misschien 3 weken duren in 2002... En na de dood op Theo van Gogh, hè? Ja. Nee, in 2002. Twee al. Ja. Mm-hmm. Hiervan zeggen mensen die dit volgen, het kan zijn dat het een generatie duurt. Dus van 3 weken is het nu een generatie geworden, helaas. En raakt u dat ooit gewend? Ik raak daar niet aan gewend, maar het is een noodzaak. En binnen de kaders van die noodzaak probeer ik een zo gewoon mogelijk leven te leiden. Ja, u gaat door, zei u. U woont tegenwoordig in de Verenigde Staten. U werkt daar voor het American Enterprise Institute, een republikeinse denktank. Conservatief hoor je hier ook wel, is dat zo? Nee, het is een onafhankelijke denktank. We hebben republikeinen, democraten en onafhankelijken. Maar we zijn ook geen politieke denktank. We zijn een ideeën denktank en we proberen het beleid van de overheid te beïnvloeden. En wat doet u daar dan? Ik hou me bezig met de thema's die ook in Nomad voorkomen. De relatie tussen de islam en het Westen. En ik leg de nadruk op de positie van de vrouw. En in de Verenigde Staten, in mijn denktank, bestaat ook belangstelling voor de islam in Europa. Ja, en hoe evolueert de positie van moslimvrouwen in het Westen? Want in het boek beschrijft u uw eigen geschiedenis. Ook hoe u uit Somalië via Kenia naar hier kwam, naar Nederland in eerste instantie. Is er iets veranderd in al die jaren? Ik merk dat er heel veel is veranderd in al die jaren. Er zijn een heleboel meisjes die hier opgroeien in islamitische gezinnen en die iets anders kiezen dan zeg maar het levenspatroon wat hun ouders voor hen willen. Het oud huwelijken en moeder worden, van school afgaan, noem maar op. En deze meisjes die krijgen dan te maken met geweld in verschillende vormen. En ik merk dat er een heleboel daarvan nu, na het debat die in Nederland is ontstaan en mijn bijdrage daaraan door al die bewustwordings- en kennisstellingscampagnes, dat ze nu wel hun weg kunnen vinden naar de politie, het maatschappelijk werk, andere leden van de samenleving en toch wel hulp vinden, maar dat het nog steeds moeilijk is. Mm-hmm. En hoe is dat in Amerika? Is het daar erger of zijn de vrouwen, islamitische vrouwen, daar vrijgevochtener? Sommige vrouwen, moslimvrouwen in Amerika maken op mij de indruk dat ze vrij gevochtener zijn dan de Europese moslima's. Maar ik
ben ook verbaasd om erachter te komen dat eerwraken, oudhuwelijking, genitale verminking, al die zaken die wij hier vinden, dat zich afspeelt binnen de islamitische gemeenschappen in Amerika. Toch, ja. En dat de Amerikaanse samenleving ook worstelt met hoe moeten we dit noemen? En is dit een incident of is het een trend? Precies dezelfde vraagstukken die wij ook hier hadden een paar jaar geleden. Maar ja, ik vertrouw erop dat gaat veranderen. En het is verbazingwekkend hoe snel dingen in Amerika kunnen veranderen als het eenmaal iets aangeduid wordt als een maatschappelijk probleem. Dus u vindt gehoor? Ik vind gehoor. Zowel Infidel, dat heet Mijn Vrijheid in Nederland, mijn vorige boek, doet het goed. En deze, ja, de uitgever, Amerikaanse uitgever, heeft dit met heel veel enthousiasme ontvangen. Hier hebben we vandaag, toeval of niet, een discussie over het gebruik van hoofddoek op school, toelaten of niet. Wat vindt u? Moet dat kunnen uit de naam van godsdienstvrijheid, hoofddoekjes op school? Ik ga hierin met de commissie Stasi, zoals in Frankrijk een tijdje geleden is besloten. De hoofdzaak van de school is om onderwijs te geven. Het is geen godsdienstige ontmoetingsplaats. Ik vond dat een mooie oplossing, dat er werd gezegd, geen manifesten. Godsdienstige symbolen, nog een hoofddoek, nog de kruis, nog andere symbolen. Maar over het algemeen vind ik dat die discussie helemaal niet moet gaan over wetgeving of de grondwet. Maar het moet gaan over waar het hoofddoek nou symbool voor staat. Maar daar bestaat net de discussie over natuurlijk. Want de ene zegt dat is vrije keuze, de ander zegt nee, het is een symbool van onderdrukking. En ik vind dat het daar niet echt over gaat. Het hoofddoek en het sluieren en bedekken van het vrouwelijke lichaam gaat over dat de vrouw verantwoordelijk is voor de seksualiteit van de man. Zij moet haar hoofd bedekken, zij moet thuis blijven. Zij moet om hem te beschermen van zijn eigen, lusten. Mm-hmm. En we hebben gezien in Europa en in Amerika dat mannen, jongens, in staat zijn om hun seksualiteit te controleren. En daar zou het hele vraagstuk van het bedekken van de vrouw, daar zou het over moeten gaan. Ja. U zegt, in Europa zie ik meer meisjes, moslima's, die andere keuzes maken dan hun ouders voor hen in gedachten hadden. Maar waarom horen we dan niet meer vrouwen zoals u uitspreken in het publiek, in het openbaar? We horen ze niet omdat ze met geweld bejegend worden. Ze kunnen amper voortbestaan als ze voor iets anders kiezen dan hun ouders. Ze zijn zeer kwetsbaar. Ze worden met geweld bedreigd. Ze worden gedumpt in de landen van herkomst van hun ouders. Ze worden gedwongen om een hoofddoek te dragen of zich te kleden op een manier dat ze niet willen. En naar buiten komen en zich verenigen voor hen betekent een enorme prijs inleveren van hun vrijheid. Misschien het risico op mishandeling of moord. Of net als ik, leven met als een nomade politie, leven met politiemensen. En niet deze jonge meisjes waar ik over heb, die moeten nog eerst hun onderwijs afmaken en hun eigen gekozen levenstraject opvolgen. En daar hebben ze zelfs heel veel begeleiding voor nodig, laat staan. En weerstand bieden tegen ouders en clan en religie en al dat, ja. Ja, u hebt al heel lang gezegd verschillen of dingen die misgaan onder het mom van de islam of het geloof mogen niet toegedekt worden in naam van tolerantie en van culturele verschillen. Ziet u daar verschil? Het debat is heftiger geworden. De mensen die het toedekken en de mensen die het graag uitspreken, die komen tegenover elkaar te staan. Ja, als je naar Nederland kijkt, daar scoort Geert Wilders nu, nog een oude bekende van u, heeft nog samen met u in de VVD-fractie gezeten in de Kamer, de liberale fractie in Nederland. Ja. Ja, wat denkt u als u zijn succes ziet? U zei over hem, Geert Wilders is goed voor Nederland. Omdat hij de ongenoegen in de samenleving articuleert. Hij laat merken dat hier is wat de samenleving vindt. En dat sluit aan bij zijn analyse over de islam. Maar
de oplossingen die hij voorstaat, die zijn niet om te zetten in beleid. En deze problemen zijn niet met Geert Wilders begonnen. Die zijn 30 jaar geleden begonnen. Ja. En het zou goed zijn als de gevestigde partijen, de VVD, Partij van de Arbeid, CDA, als de leidinggevenden daarvan met elkaar zouden zitten en met alternatieve werkbare oplossingen zouden komen. Dan zou dat ongenoegen verdwijnen. Hoe ver moet de integratie van migranten gaan? Want daar hebt u ook heel duidelijke ideeën over, hè? Mijn ideeën over en mijn ervaring, en als ik dit allemaal volg, zowel als iemand die geïntegreerd heeft, als iemand die in de politiek aan deel heeft genomen. Ik ben ook als tolk. In al die instanties heb ik gewerkt. Ik kom tot de conclusie dat het onvermijdelijk is dat je normen en waarden van een tribale samenleving, een waardestelsel die haaks staat op die van het land van aankomst, dat je die los moet laten en dat je de normen en waarden van het nieuwe land tot je je eigen maakt. En ik begrijp dat dat proces moeilijk is, maar daarom zou de autochtonen, zeg maar, met name de kerken, feministen, maar verlichtingsdenkers, humanisten, die zouden een soort strategische alliantie moeten maken om de nieuwkomers, de moslims, te socialiseren in de waarden van de democratie, de rechtsstaat, eigen verantwoordelijkheid en de reden. Ja, maar dat wordt dan gevoeld als iets opleggen natuurlijk. Het is niet opleggen. Immigratie is een keuze. Immigranten zoals Gelooft u dat echt? Mensen die wegvluchten voor problemen? De gastarbeiders. Die een alternatief? Ja, die hebben een alternatief. Je kunt altijd blijven waar je bent. En je mag zelf steeds een afweging maken als individu of als collectief. En als je vindt dat het waardestelsel van het land waar je naartoe gaat niet deugen, dan heb je nog natuurlijk de keuze om naar een ander land toe te gaan. Er zijn landen in de wereld waar de sharia wordt toegepast. Mensen kunnen daar naartoe, maar daar kiezen ze niet voor. Ze kiezen voor de vrijheid. En dus moeten ze de waarden die bij de vrijheid horen ook aannemen en overnemen en daar iets van leren. Dat is niet opleggen. Dat is niet alleen een keuze, maar het is ook een ruil. Mm-hmm. Ik wil mijn leven verbeteren en je zegt oké, kom maar binnen. En het enige vereiste is dat je die waarden, de oude waarden, aflegt, eigenlijk. En de nieuwe overneemt. Want in een gematigde Europese islam gelooft u ook niet echt. Dus het betekent ook je geloof achterlaten. Het Europese waardestelsel en de islamitische, met name de politiek-sociale kant van de islam, die twee waardesystemen sluiten elkaar uit. Die gaan niet met elkaar samen. Dus je moet kiezen, of het een of het ander. En ik heb voor de Europese waarden gekozen en zo hebben vele andere moslims gedaan. En die hebben daar baat bij. En er zijn een groot groep die dat niet doen of die het niet weten. Degene die het niet doen, die hebben de keuze om weg te gaan. Degene die het niet weten, dat geeft ons de gelegenheid om ze dat bij te brengen en aan te leren. Dat moet ze aangeboden worden. Ja, en de concurrentie aan te gaan met de jihadistische beweging, dat een internationale beweging is, gedreven door islamitische landen en islamitische organisaties. U ziet het wel heel somber in, lijkt het, nee? Nou, ik denk dat ik denk dat als wij een ideeënstrijd aangaan met de jihadisten, dat we winnen. Daar zie ik geen problemen in. Alleen, we doen het niet. En dat is wat ik nu, de reden waarom ik deze boek heb geschreven, is om dat te gaan beginnen. Denkt u dat u ooit nog terugkomt naar Nederland eigenlijk? Wil u dat? Ik wil graag heel vaak, zo vaak mogelijk, ik heb het op dit moment heel erg druk, maar zo vaak mogelijk terugkomen naar Nederland. Maar niet in Nederland wonen, want ik ben het nomade zijn zat. Ja, dus nu is Amerika uw nieuwe huis. Thuis. Amerika is mijn nieuwe thuis en ik hou van Nederland. Ik ben trots op Nederland en ik kom graag naar Nederland. Maar mijn koffer staat in Amerika. Ja. En gelooft u dat Obama daar trouwens nog even zo zijdelings een rol in kan spelen in wat u allemaal bepleit? Nou, mijn ervaring in Amerika afgelopen 4 jaar is, er wordt zo weinig aan de politiek gevraagd. Amerikanen hebben een hele andere relatie met de overheid dan Europeanen. Maar een Amerikaanse maatschappelijke bewegingen die doen het. Dat is ook wat mij geïnspireerd heeft om bijvoorbeeld verlichtingsdenkers aan te spreken, feministen aan te spreken, de kerken aan te spreken. Want dat heb ik overgenomen van de Amerikanen en ik merk dat het werkt. Ja. Twijfelt u nooit? Ik twijfel. Ik beschrijf daar ook hoe veel en hoe vaak ik twijfel en hoe pijnlijk het is om dat aanpassingse
proces. Maar hoe pijnlijk het ook is niet onmogelijk. Oké, Ayaan Hirsi Ali, heel hartelijk dank voor uw komst.